De eerste boete. Ik hou niet van boetes. Hallo, we zijn vandaag dinsdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is nu 6:30. En ik ben speciaal vroeger opgestaan om om 7:00 in het zwembad te kunnen zitten. Zit hier nog haar vast? Ik wil namelijk gaan zwemmen vandaag, voordat ik moet gaan werken. Ik ben trouwens geïnspireerd door het boek Miracle Morning, die ik aan het luisteren ben, om vroeger op te staan. Het grootste deel van mijn ontbijt ga ik nuttigen nadat ik ben gaan zwemmen. En voor de... En mijn werkfiets. Maar ik ga nu al een broodje eten. De afwas ligt mooi in de kastjes. Het is nu ongeveer 4:15. Dus dat betekent dat ik nu ga vertrekken naar het zwembad. Teruggekomen op mijn werk en mijn haar is in een vlecht. Omdat dat gemakkelijk was om het te laten drogen. Ik ben wel een beetje te vroeg. Het is nu 5:30 en de werkdag zit er weer op. Ik was vanmorgen, ik was niet moe, ik was heel blij dat ik ben gaan zwemmen, maar ik was wel een beetje vermuft de eerste minuten toen ik hier toe kwam. Volk, help, mensen. Helmpje op, tijd om naar huis te gaan. Ondertussen luister ik naar het boek Miracle Mornings, maar ik hoor het verkeer nog wel. Dit is mijn bureau. Ik ging iets opzoeken, maar ik weet niet of het internet het zal doen. Mijn dieetvlog is bijna bewerkt en het is nog geen over heel de zomerperiode, dus summer vibes. Klik hem sowieso hier in de beschrijving. Mijn router moet blijkbaar opnieuw opgestart worden of zo. Mijn internet werkt niet. Blech. Daar heb je dus geen zin in als je thuis komt voor je werk. Kijk wat nieuws ik binnenkreeg. Yay, mijn favoriete pakket. De robots komen terug. De volledige trailer link ik hieronder. Het is nu 7:00 en ik ga eten. Ik heb honger. En ik ga ondertussen de bake-off kijken. Want het schijnt dat deze week de finale is. En ik heb nog heel veel afleveringen te bekijken. En ik wil wel mee zijn, anders krijg ik direct een spoiler. Ik ga nu aflevering 5 kijken, dan aflevering 6 en dan aflevering 7. En dan ben ik mee voor de nieuwe aflevering. Gisteren heb ik vrijkies gemaakt. En nu ga ik die verder opeten. Bijna tijd voor thuis. Allee, het is al tijd voor thuis, dus we gaan die vlug opzetten. Nee. Dit zijn trouwens mijn favoriete series via VRT. Durf te vragen. Het zie de kampioenen, merci voor de muziek, spoed 24/7 en thuis. En nu, pompoenje! Limons! Toffe avond van te maken. Ik zou wel liefde geven. Ik ken Henrique nog niet volledig van buiten. Kastanjes op een ietsje te vieze kookplaat. Yummy! De herfst is er niet lekkerder dan bofte kastanjes. Ik heb trouwens een paar weken geleden mijn
stofzuiger ben gebracht in het postpunt ter reparatie. Ik had die besteld bij Bol. En nu blijkt het dat mijn pakketje is kwijtgeraakt. En ik wou bewijzen dat ik die op de post had gedaan. Dus ik was op zoek naar mijn kastiketje van de post. En ik heb heel mijn huis omvergezocht, maar ik vond het niet. Ik heb dan nog een keer heel mijn huis omvergezocht. En toen heb ik het wel gevonden. Dus dat is een goed bewijsje. Ik heb ook wel slecht nieuws gekregen vandaag. Een paar weken geleden was ik in Gent om te eten met mijn familie bij de Kastaar. Als afscheid van mijn broer die naar Dublin vertrok. En in het terugkeren ben ik heel alleen door Gent richting de autostrade gereden. En toen heb ik heel lichtjes met mijn auto tegen iets gereden. Dus ik heb een mini schammetje. En ik had ook door straten gereden waar je niet mocht inrijden. En ik wist dat. Op het moment zelf wist ik dat ik daar niet mocht rijden. En ik dacht, ja, de boete komt niet. Dus het zal wel oké zijn. Maar ik heb dus de boete gehad. De eerste boete. Ik hou niet van boetes. Ja. Ik mocht daar niet rijden. Ik had dat gedaan. En ik was echt een hele paniek. Echt waar. Echt heel in paniek. Dus ja. Ach ja, het is maar een boete. Het is maar een boete. Tijd om een pompoen. Uit de oven. Limos. Nox. Als je geen Harry Potter fan bent, dan begrijp je dat misschien niet. Maar Lumos is de spreuk om het licht aan te doen. En Nox is de spreuk om het licht uit te doen. Ik heb net het brandelijke deel van mijn mouthwash in geslikt. En dat is redelijk straf. Jokkie. Vandaag heb ik mijn verlof aangevraagd. Ik ga namelijk weg. Op vakantie in december. Ik ga met de trein door Europa reizen. Ik heb er super veel zin in. Dus nu dat mijn verlof is aangevraagd, kan ik ook next level de reis gaan beginnen plannen. Waar ik echt heel erg slecht in ben in planning. Omdat ik dan moet beslissen hoe lang hoe lang ik in bepaalde steden blijf. En dat is voor mij echt heel erg moeilijk. Aangezien dat ik graag leef van het moment. Om het zo te zeggen. Omdat ik heel graag beslis op het moment dat ik in de stad ben. Of dat het mijn stad is. Of dat het niet mijn stad is. En in sommige steden heb ik echt het gevoel van hier wil ik lang blijven. En in sommige steden heb ik dat totaal niet. Dus het is een beetje jammer dat je dat niet kan doen als je reis plant. En deze heerlijke herfsttekening breekt vandaag op mijn flauwkalender. Mijn flauwkalender heeft nog maar zoveel blaadjes. En het jammer is, deze illustratiekalender komt niet terug in 2020. Duimpje beneden, naar beneden. En ik denk dat ik die gaan we gewoon moeten meenemen op reis, want ik lees ze momenteel niet. Ik heb gewoon altijd een goed boek. Dat ik net naar het toilet ging, moest ik met jullie meedelen dat ik sinds kort probeer niet door te spoelen bij een kleine behoefte. Dus bij een plasje. Dat ik dat niet nodig vind dan, aangezien ik alleen woon. Dat verspilt gewoon superveel water. Dus probeer kleine dingetjes te zoeken om duurzamer te leven. Ik heb ook even mijn drie positieve puntjes van de dag opgenoemd. Gewoon om geluk uit elke dag te halen. Terwijl dat niet mijn beste dag iets was, heb ik het gevoel. Als ik er achteraf op terugkeek. Maar ik ben wel heel blij met de toffe dingen die deze dag heeft gebracht.
Ik heb meteen mijn wekker ingesteld voor morgenochtend. Morgenochtend ga ik net zoals deze morgen proberen op te staan om 6:30 uur. Om mijn miracle morning te blijven. Zodat voor de volledigheid ook nog eventjes het boek The Miracle Morning hier in de beschrijving. Het boek dat ik momenteel aan het luisteren ben op de Kobo app. Want het is een aanrader. Nu is het tijd voor een kaarsje. Dit is een IKEA kaarsje uit de vorige collectie. Uit de vorige kerstcollectie. En goed, ik momenteel niet in IKEA kom, anders had ik de kerstcollectie helemaal, alleen deze kerstcollectie helemaal leeg gekocht, omdat ik hem eigenlijk echt niet nodig heb. But ja. En ik heb plannen gemaakt met mijn zus om Harry Potter-achtig iets te doen op 31 oktober, dus dat wordt heel erg leuk. We moeten de 1 november wel werken, 's middags. Maar ja. Hallo, het is 10:10 en ik heb net Girl Online on Tour uitgelezen. Nee, ik had hem al eens uitgelezen, ik heb hem nu opnieuw gelezen. Dit is het boek van Zoella, het vervolg op Homegirl Online. Het is gewoon een tof meidenboek. Niks al te dieps, niet al te ingewikkelde verhaallijnen. Redelijk verwachte uitkomst. Wel, het is een echte toffe girl. Chick flick. En nu ga ik slapen, want ik ben moe. Het was een goede dag en morgen wil ik terug een miracle morning van maken. Dus tot morgen.